Nou, het meest vreemde verhaal is wel dat ik dacht dat hij voor de deur stond en het was de postbode en ik was ongekleed. Wanneer je de krant opent of de tv aanzet, weet je 2 dingen zeker. 1. Het gaat over corona. En 2. Als het niet over corona gaat, dan gaat het over Amerika. Maar welke opmerkelijke verhalen hebben het nieuws dan nooit gehaald? Goed verhaal. De neus van mijn schoonmoeder heb gebroken ooit eens. Ik liep daar over die brug. Ik denk, nou, ik zal mijn tong eens even gewoon zo... Het was hard aan het vriezen en ik geloofde het niet. En ik zat inderdaad vast. We was een kroeg binnengelopen met een rubberboot om me heen. Ja, dat was wel opmerkelijk. Ja, vooral dat het niet heel goed paste. Nou, het meest vreemde verhaal is wel dat ik dacht dat hij voor de deur stond en het was de postbode. En ik was ongekleed. Dus ik denk, oh, pak het even aan. En toen zei hij, ja, maar je moet dan wel tekenen. Dus daar stond ik. De ergste kwestie is dat ik toen ooit eens ben neergeschoten. Dat is jaren geleden gebeurd. Toen ontdekte ik via iemand... dat er vanaf de Universiteit Leiden een ondergordse gang ging onder het Raadburg door naar die kerk. En daar ben ik in geweest, maar ik mag er voor de rest verder niks over vertellen. Ze werd s'nachts aangebeld en mijn man deed de deur open en toen stond er een... Ik dacht dat het een vriend was aan de deur. En die was het met bepaalde dingen niet eens. En die schoot even 18 kogels op ons af, waarvan ik 3 in mijn linker, 2 in mijn rechterbeen en mijn man... In zijn onderrug, in zijn onderbeen. Ik ging een parkeergarage in. En toen kwamen er 2 gemaskerde mannen met knuppels. En die probeerden mijn auto te stelen. Die begonnen met die knuppels te slaan. Ik was 11. En ik sprong ineens boven uit het raam. Ik kwam een meld naar beneden. Dat je denkt van, hé, mijn vader is thuis. Oh, het is niet mijn vader. Ik moet nou wegrennen. Ze hebben misschien 1,5 minuut om me in staan hakken. En toen was het over. We gaan nu door naar het weer. Het wordt vandaag in de middag nog een zondagdagje en morgen schijnt de zon weer opnieuw. Het wordt donderdag uitgezonden. Oké, nou, ja. Er komen een paar natte dagen aan. Ben jij nou op zoek naar echt nieuws uit Leiden en de regio? Ga dan naar sleutelstad.nl.